scheur in mijn t-shirt. Ik heb een gaatje in mijn t-shirt. Geen idee hoe ik eraan kom, maar ik hou de t-shirt gewoon aan. Vandaag is het tijd voor een lekker Grieks gerechtje. En dit gerechtje staat waarschijnlijk in de top 3 van de meest bekende Grieks gerechtjes in deze hele wereld. Naast de gyros, naast de moussaka. Namelijk souvlaki. Souvlaki is afgeleid van het oud-Griekse woord souvla, wat spies betekent. Want de souvlaki is lekker varkensvlees gemarineerd in blokjes en dat wordt op een spies geregen. Een leuke beweging. Maar gaan we dan alleen souvlaki maken? Nee, natuurlijk niet. We maken een Griekse pita, tzatziki, uitje, tomaat en heb je dan nooit zo lekker Grieks gegeten. Vandaag bij Eten met Nick gaan we het op z'n Grieks doen. We gaan beginnen met ons vleesje marineren, want hoe langer ons vleesje gemarineerd is, hoe lekkerder die straks op een grill / barbecue kan. Want dat gaan we straks doen. We gaan ons vlees straks op spiezen gooien en dan gooien we het gewoon op grill, op barbecue, op kooltjes, weet ik veel, wordt fucking lekker. Wat gaan we doen? Hier heb ik ongeveer 800 gram procureur. Kijk, hier zo'n fucking mooi stukje. Waarom gebruiken we procureur? Zit gewoon nog lekker vet hierin. En vet is straks smaak als we het gaan grillen. Lust je nou geen varken, wil je geen varken, kan je het ook gewoon met kip maken. Maar we gaan nu blokjes snijden van ongeveer 2 bij 2 centimeter. Snij gewoon mooie lappen af. Zo. En dan gaan we blokjes snijden. Kijk, zo. En zo. Stukkie, stukkie. Laat stukkie. Pak je al je vleesje. Pleur je al je vlees zo. In een bakkie. En de Griekse keuken is niks zonder goede olijfolie. Heb je hier 100 ml olijfolie en dat gooi je zo over je vleesje heen. Eén citroen, wat ga je daarmee doen? Rijmt. Die ga je even rollen. Zo. Dan gaan alle sapjes een beetje los. En dan snij je hem zo door het midden. Dan ga je 1,5 citroen ga je uitknijpen. Dus die pak je beet. En oh, kijk, een lekker squirter dan. Heb je hier zo appelsiederazijn? Heb je geen appelsiederazijn? Doe dan gewone azijn. En dan doe je zo 1 eetlepel ongeveer. 1 goede eetlepel met oregano. En die gooi je gewoon zo eroverheen. 1 goede eetlepel honing. Flikker je erbij. 1 theelepeltje zout. En 1 theelepeltje gemalen peper. Pak je die lekkere klauwen van je en ga je heel de boel gewoon lekker marineren met elkaar. Alles. Zorg dat in elk gaatje, elk kiertje, zorg dat daar je marinade zit. Dek je heel de bak af. Zet je hele bak, uurtje in de koelkast, maar langer is beter. Als je dit nou heel nachtje laat staan, wordt het vlees nog lekkerder. Heb je niet zoveel tijd, uurtjes genoeg, koelkast. Gaan we straks lekker vleesje spiezen. Tijd voor ons deegie. Zo. Heb je ooit het geld om zo'n apparaat te halen? Haal het, want het is gewoon een investering voor je hele fucking leven. Fluffy. Griekse pitatje maken. Hier gaan we allemaal shit in flikkeren. Wat gaan we allemaal doen? Deegie. 500 gram witte patentbloem flikker je gewoon zo in je mixer. 10 gram zout flikker je gewoon erbij. En dan ga je je zout en je bloempie ga je alvast mengen met elkaar. 15 ml olijfolie flikker je erbij. 350 ml lauw water. Heb je 1 zakje gist, die pleur je zo bij je lauwe water. En dan doe je 1 eetlepel honing bij je gist en heel de tering. Zo. Roer je even door elkaar en los je je honing op. We doen zo, apparaatje dicht, zet je hem heel zachtjes aan en ga je je gist, honing, watermengsel ga je gewoon erbij gieten. En laat dit maar gewoon een lekker soepel deegje worden. A few moments later. Soms kan het dus voorkomen dat je deegje te plakkerig wordt en dat heeft te maken met luchtvochtigheid en weet ik het allemaal. Maar je moet eigenlijk voor een deegje gaan wat wel plakkerig is, maar niet te veel blijft plakken aan je klauwen. En ik ga laten zien straks hoe dat eruit ziet. Maar is het nou zo plakkerig als dit? Pak je gewoon 1 kleine eetlepel bloem, doe je erbij. Nog een eetlepel bloem, doe je erbij. Laat het maar gewoon een minuutje of 7, 8 gewoon lekker goed mengen met elkaar. Eventually. Dan zie je dat je deegje plakkerig is, maar niet te veel. Zie je? Hij is plakkerig, maar hij blijft niet te veel plakken aan je klauwen. Klein beetje olie doe je in die bak. Die smeer je even helemaal in zo. Een soort bolletje van. En laat je vallen in je bak. Bakje afdekken. Laat je bakje met deeg een uurtje, 1,5 uur rijzen of totdat het 2 keer zoveel geworden is op een warme plek in je huis. Wat zit er bij ons souvlaki en ons pita? Heerlijk Grieks sausje. Tzatziki. Pak je een halve komkommer en een rasp en dan ga je je komkommer raspen. We gaan onze komkommer raspen in een bolzeef, want het overige vocht wat allemaal uit je komkommer komt, willen we eigenlijk zoveel mogelijk eruit hebben, anders krijg je een heel waterig sausje. En we willen alleen komkommerpulp willen we hebben. Hier zit heel veel vocht in. Zie je? Dat moet er allemaal uit. Pak er gewoon je vuist en dan vis je je komkommer. Hoeft niet helemaal kurkdroog te zijn als het meeste van het vocht maar gewoon eruit is. 375 gram Griekse yoghurt. En dat gooi je zo in een bakkie. Heb je je halve komkommer geraspt en dat gooi je gewoon zo bij heel je mengsel. 3 teentjes knoflook. 1, 2, 3. Doe je ongeveer 2 theelepels olijfolie doe je erbij. 1,
1 eetlepel appelsiederazijn, half theelepeltje zout. En heb je hier zo wat verse dillen, kijk, en dat gaan we hakken. Ongeveer 2 eetlepels. Gooi je erbij. Ga je door elkaar heen roeren. Zet dit gewoon in de koelkast, dan gaan alle smaakjes gaan nog steeds lekker worden. 1 familie, in 1 bakkie. En dan hebben we straks lekker sausie voor bij onze souvlaki. Vleesie, ook helemaal klaar met marineren. Kijk, hier zo hebben we onze souvlaki. Oh my god, dit is fantastisch. Dit is lekker, dit is niet normaal. We gaan ons vlees spiezen. Pak een stukje vlees. Huppatee. 14 centimeter gaan we erop spiezen. Nog een stukje. Stukje erop. Even meten of het 14 centimeter is. Zo. Heb je het gespiesd, druk je vlees zo een klein beetje plat. En kijk eens hier, dames en heren. Hoe mooi spiesje je hebt hier zo. Dat is 1. En zo ga je al je vleesje aan een spiesje maken. Oh. En heb je hier een hele schaal. Je overige marinade. En die ga je zo een beetje eroverheen gieten zo. En je heerlijke spiesjes zijn nou helemaal klaar voor je grilletje. Grieks pita, voor de eerste keer gerezen. We hebben hier zo ons deegje. Sla je een klein beetje zo de lucht ervan uit. Gaan we een balletje maken van ongeveer 110, 115 gram. 110. Dat is 1. En zo verdeel je heel je deegje op in balletjes. 8 bolletjes van ongeveer 110, 115 gram. Hoe heet het ook alweer? Bakplaat met siliconen matje of plastic folie met een klein beetje olie erop. We gaan de balletjes eventjes opbollen. Zodat er spanning op de balletjes komt te staan, want dan rijzen ze beter. Doe je zo over je werkbank heen. Doe je hem plat op je ding. Tussen je duim en je pinky ga je het balletje opbollen. En dan krijg je, dames en heren, zulke balletjes. En die doe je zo op je ding. Op je bakkie. Op je bakplaat. Je pakt even wat keukenfolie. Leg je even zo op je werkbankje neer. Doe je zo een paar druppeltjes olie doe je erop. Je klauwen en ga je dat stukje folie ga je insmeren. Zo. En dan doe je dit stukje plastic over je bolletje heen. Kijk zo. Huppatee. Deze laat je gewoon weer op een warme plek in je huis. Ongeveer 20, 25 minuutjes laat je die rijzen. 20 minutes later. En dan zie je dat ze een klein beetje meer poefie zijn geworden dan net. Gooien we een heel klein beetje bloem over je werkbank heen. Heel klein beetje zo. Je vuurtje aan. Zet je bakpan op. Doe je zo een klein beetje. Een paar druppeltjes olie doe je erin zo. En een stukje keukenpapier smeer je zo. Je pannetje licht in. 1 bolletje van ons deegje. En leg je zo op je bloem. Pak je nog een heel klein beetje bloem. Doe je een klein beetje bloem eroverheen. En dan pak je je vingertoppen. En dan ga je je pita uitvormen. Zo. Een klein beetje door je bloem heen doen. En dan ga je met je vingertoppen ga je je pita net zo groot maken ongeveer als de pan. Je gaat hem zo breed mogelijk proberen te maken. En gewoon een beetje in een ovaal vorm ga je hem doen. Net zoals een pizza kan je hem zo een beetje laten hangen. Die pak je voorzichtig beet en die gooi je zo in je pan. 2-3 minuutjes laat je hem bakken totdat er bubbeltjes aan de bovenkant komen van je pita. En dan draai je hem om, bak je de andere kant ook nog ongeveer 2 minuutjes en dan is je pita helemaal klaar. En je pita is 2 minuten gebakken, pak je een beet en dan draai je hem gewoon zo om. Is hij nou geel? Oh, dit is nog een pan waar masala kruiden in hebben gezeten, dus hij is nog een beetje geel. Hoort niet. Dan zie je dus dat hij een mooi structuurtje heeft. Kijk, zie je? Je legt je pita op een bord neer, pakt een schone theedoek en die leg je er overheen. Waarom doe je dat? Dan blijft je brood flexibel. Als je het zonder doet, wordt het hard. En als je het met doet, blijft hij een beetje zacht door de stoom. Hij gaat nog een beetje door. Dus doe dat met je pita's. Much, much, much later. Echte Griekse pita's. Kijk dan. Oh my god. Het is tijd om onze spiesjes te gaan grillen. En doe dat vooral op je favoriete grill. Kamado, gasbarbecue, ketelbarbecue, open vuur. Maak maar gereed uit als het maar fucking heet is. We gaan heel erg heet stoken. En dan gooi je je spiesjes voor 10 minuutjes op de grill. Maar blijf er wel bij staan. Draai hem regelmatig om. En dan heb je straks een mooie, sappige souvlaki. Ik ga mijn spiesjes vandaag op een Shichirin barbecue doen. Dat is een Japanse barbecue gemaakt van steen. Kan een hele hoge temperatuur hebben. Daar gaan ook Bintjotan houtskolen in. Dat zijn ronde houtskolen. Speciaal gemaakt voor deze barbecue. Maar doe het vooral op de barbecue waar jij je eigenlijk het meest comfortabel bij voelt. Want als jij je comfortabel voelt bij het koken, dan wordt je eten ook een stuk lekkerder. Spiesjes, helemaal klaar. Tomaten en oignon. De tomaten die snijden we gewoon even zo in wat simpele halve dingetjes. En dan breng je je tomaatjes even op smaak met een klein beetje zout. Husselen. Rouge oignon. In halve ringetjes snijden.
En die doe je even ook in een bakkie. Alle spicies hier zo helemaal klaar. Eet smakelijk. Gaan we even zo'n stukje proeven eerst. Oh mijn god, hij is sappig. Oh, jouwer. Broodje, kijk dan, huppatee, dat leg je gewoon neer. Een beetje tzatziki. En die gooi je gewoon als een soort bedje, gooi je dat over je pita heen. Eén spiesje, die doe je erop. Huppatee. Twee spiesjes per pita. Doe je gewoon een heel klein beetje erop zo. Gooi je een paar tomaatjes erop zo. Lekker gesneden uitjes. Het enige wat je nog hoeft te doen, is je broodje zo dubbel vouwen. En kijk eens, dames en heren. Eenmaal een pita met souvlaki. Is fantastisch. Oh, fluffy Griekse pita met vleesy tzatziki. Dit is de perfecte. Wat wil ik zeggen? En het vlees is echt oprecht fucking lekker. Het zachte pitaatje wat als een soort van knuffel om je souvlaki en je tzatziki heen wikkelt. Fuck de gyros, fuck de moussaka. Souvlaki nummer 1. Volgende week zijn we weer terug. Nieuwe eten met Nick. Nieuw gerechtje. Zelfde Nicky doet. Zelfde keukentje. Lekker man.